Hè, we zijn er. Jongens, hebben we er zin in? Super om eventjes eruit te gaan. Kijk, er is in een korte tijd heel veel gebeurd en ik ben heel druk geweest met van alles en nog wat. Dus dat geeft toch weer even een energieboost. Dus ik ben weer opgeladen. Ja. Het was een geweldige, geweldige vakantie. Totaal uit de wereld van Amsterdam en dat was voor mij dus feest. Een bijbelse ervaring heb ik. Ja, Claudio is altijd bang dat ik wat breek, maar dat valt meestal nogal mee. In ieder geval vond ik het leuk om hetzelfde perspectief te hebben dat Jury had, die als een profeet boven op die berg stond. En dat was inderdaad mooi. Ik moet wel zeggen dat het, er stond wel een aardig windje daarboven, dus ik moest de stabiliteit wel eventjes zoeken, zeg maar. Ja. Er waren geen treinen en net zo voor daar had je die voor de woestijn de kamelen. Dat is best wel een groot beest, hè? Ja, daar ben ik bang voor. Dus. Dat die valt bijvoorbeeld op mij, nou, dan ben ik dood. Daar heb ik geen zin in. Ja, het was de bedoeling op tijd te vertrekken, maar het werd toch een beetje later, want het bleek opeens dat er een mevrouw onwel was geworden in het vliegtuig. En dan heb je toch een arts bij nodig. Dus daar zijn we even mee bezig geweest en ik dacht dat het toch maar wenselijker was om er langs het ziekenhuis te sturen en niet mee op reis te nemen. De kathedraal waar we zijn geweest is niet te geloven, zo prachtig. Ik heb echt zo genoten, want het was inderdaad, het is een andere wereld. Ik heb echt werkelijk ontzettend gelachen met iedereen. Jury, zijn vriendin, met Lisbeth, haar dochter. En het was gewoon een waanzinnige leuke trip. En ik zou hem zo weer overnieuw doen. Ik mis ook eigenlijk een beetje. En dan is nu het doel waar we dan mee afsluiten, is volgens mij 2020 Tokio. Ja. Ja, weet je, dat ik heb mijn zinnen gezet en dus ik heb wel besloten om de komende jaren nog vooruit te gaan. En Tokio, wie weet. Nou, er komt dit jaar een boek en een musical uit, dus het wordt een belangrijk jaar in het leven van Lisbeth List. Ja, dat geloof je toch niet. Ik moest zo lachen toen ik opgebeld werd. Toen zei ik, ben je gek geworden? Echt door de telefoon. Dat kan je toch niet doen? Ja, dat gaan we wel doen. Ik heb het idee dat ze van me houden, de mensen. Want anders dan zou dat niet gebeuren allemaal. Maar als het aan mij ligt, sta ik in Tokio weer om te spelen. Katharina, ben je trots op hem? Ja. Ik ben altijd trots op hem. Kijk eens. Ja. Ik ook bij jou, schat. Leuk.